Je suis Ahmed. En dat gaat over deze man die hier nogal heroïsch opstaat. De burgemeester van Rotterdam de afgelopen 15 jaar. Van een Marokkaanse baantjesjager in een Ajax-pyjama tot een groot verlies voor de stad. Hij werd met wantrouwen onthaald, maar groeide uit tot een van de populairste burgemeesters ooit. Volgende week is zijn laatste raadsvergadering. Ahmed Abu Taleb is de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Nederland. Kort na 11 uur werd de 47-jarige Abu Taleb beëdigd. Het burgemeesterschap van Rotterdam mogen vervullen is voor mij persoonlijk een groot voorrecht. Ja, en als je het hier niet ziet zitten omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken, ja, mag ik het zo zeggen, rot toch op? Aan het begin van de zaterdagavond komt minister Kaya aan bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Nederland werd weggezet voor de nazaten van de nazi's. Ik dacht bij mezelf, zouden ze wel weten dat ik burgemeester ben van een land dat door de nazi's is gebombardeerd. Ahmed Abu Taleb is door een jury van onderzoekers en journalisten uitgeroepen tot World Mayor 2021. Op straat is Abu Taleb nog altijd heel populair. Bij droevige gebeurtenissen staat hij dicht bij de mensen. Maar de jaren in het stadhuis beginnen hun tol te eisen. Het is een slopende baan. Het is 24 uur, 7 dagen in de week. En we zien hier eigenlijk een goede samenvatting van die 15 jaar dat hij daar op de Coolsingel... Ja, dat waren wel een paar iconische momentjes, ja. Ja, zeker. Ja. Jij hebt geprobeerd om die tijd in dit boek te vatten. Laten we even beginnen in 2009. Hij trad toen aan en Ivo Opstelten was natuurlijk zijn voorganger. Ja. Dat waren best wel behoorlijke grote schoenen om te vullen. Hoe ging dat in het begin? Ja, er hing echt een hele rare sfeer in Rotterdam. Kijk, in het stadhuis, die beelden zag je net, werd hard voor hem geklapt. Hoewel het zelfs achter de schermen daar al wel spannend was. Maar letterlijk voor de deur werd gedemonstreerd. Door mensen die onder andere spandoeken tegen Abu Taleb bij zich hadden. Die t-shirts droegen waarop het stadhuis was afgedrukt. Maar dan met een minaret als toren. Dat was even de sfeer waarin hij binnenkwam. Dat was ongelooflijk ingewikkeld. Dan kwam hij ook nog eens uit Amsterdam. Dat was overigens helemaal niet zo, maar daar was hij ooit wethouder geweest. En hij werd gezien als een PvdA-baantjesjager. Ja, veel slechter kun je niet beginnen. Die term die jij net noemde werd letterlijk gebruikt door een van de voormannen van Leefbaar Rotterdam. Ga er maar aan staan. En dan zeker als je een voorganger hebt als Opstelte die in allerlei lagen van de bevolking hartstikke populair was. En natuurlijk de erfenis van Fortuyn. Zeker, dat speelde ook nog een rol. Dat was iets waar juist Opstelte heel knap mee was omgegaan. En nu was het toch de partij van Fortuyn, Leefbaar Rotterdam, die met name grote moeite had en dat ook heel duidelijk uitsprak. Ja, dat was een loodzwaar begin. En hoe heeft hij dat weten te draaien? Dat heeft sowieso lang geduurd. Die eerste paar jaar waren heel moeilijk. Iedereen kende Strandweilen in Hoek van Holland nog wel. Maar dat was in veel meer opzichten echt een heel lastig begin. Hij lag vanaf dag 1 bijvoorbeeld heel moeilijk bij Feyenoord. Met name bij fanatieke supporters, maar ook bij de leiding van de club. Dat is in Rotterdam niet onbelangrijk. Hmm. Hij lag moeilijk bij de top van het bedrijfsleven. Die moesten echt enorm wennen aan iemand die niet, zoals Ivo Opstelten, een beetje zoals zij was, maar totaal anders. Hij had in het begin een heel complexe relatie met de politietop. Nou, in alle lagen van de bevolking was eigenlijk moeite en weerstand. Ja, jij schrijft in je boek dat 2014 het jaar van de ommekeer was. Ja, het is natuurlijk een geleidelijk proces, maar dat is inderdaad het jaar waarin een heleboel dingen op hun plek beginnen te vallen. Rotterdam begint aan hem te wennen en hij aan Rotterdam. Hij begint de eerste serieuze successen binnen te halen als lobbyist. Hè. Dat is toch uiteindelijk een van zijn grote krachten geweest. Bijvoorbeeld heel veel geld voor Rotterdam-Zuid binnengehaald. Hij heeft de Van Gent-kazerne binnengehouden. Dat is voor veel niet-Rotterdammers niet zo belangrijk, maar vooral voor oude Rotterdammers heel belangrijk. Maar dat was ook het jaar waarin Nederland zich grote zorgen maakte over de opmars van de IS. De opmars van de radicale islam weer een heel belangrijke rol speelde in het Nederlandse debat. Ja, en daarin pakte hij natuurlijk de hoofdrol. En met zijn achtergrond kon hij dingen zeggen die veel andere bestuurders en politici niet konden zeggen. En hij had ook het lef om dat te doen. Kun je dat even concreet maken voor de mensen thuis? Wat zei hij zo? Veel concreter dan rot toch op kan ik het niet maken. Mm-hmm. Met name naar Charlie Hebdo. Niet voor niks verwijst zowel de titel als de cover van het boek daarnaar. Dat was het sleutelmoment in zijn carrière. Hij was voor de duidelijkheid toen al wel een redelijk geliefde burgemeester aan het worden. Of zelfs behoorlijk geliefde burgemeester. Na een hele moeilijke start. Maar dit was het moment waarop hij een soort bestuurlijke popster werd. Nou, bewees hij daarmee ook niet zo'n moslim te zijn? Ja, ik denk het wel. Gisteravond bij zijn afscheid zag je dat toch ook nog wel weer. Hè? Hij benadrukte daar heel erg zijn dankbaarheid aan het land. De kansen die hij hier allemaal had gehad. Ja, dat is natuurlijk iets wat heel veel Nederlands van uitgetoonde afkomst graag horen. Overigens zijn er een heleboel Rotterdamse moslims die dat bepaald niet in dank afnamen dat hij zich op die manier opstelde. Maar dat was voor een deel absoluut de basis van zijn populariteit in Rotterdam en ook daarbuiten. Kijk, en wat in die twee dagen gebeurde, was dat Nederland in rep en roer was. Heel Europa natuurlijk, naar die vreselijke aanslag.
En hij vond op dat moment woorden waar heel veel mensen naar zochten. En dat is meerdere keren zijn grote kwaliteit gebleken. Ja, deed hij ook bij de avondklokrellen. Want als we een sprongetje maken naar corona. Daar richt hij zich met een filmpje direct richting de ouders, de daders en hun ouders. En daar ging hij de hele wereld mee over. Goed gevoel dat je die stad naar de vriendin hebt geholpen. Dat je de ondernemers van je eigen stad schaar hebt berokkend. Geeft een tevreden gevoel. En ouders, ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar hij was? Heeft u die ook gebeld van kom thuis, want het is 9 uur geweest? Heeft u dat afgevraagd? Of heeft u toch de spulletjes uiteindelijk ook gewoon gezien en dacht van oh ja, ach, het is normaal dat het zo gaat? Klare taal. Kun je wel zeggen. Het interessante is, dit was behoorlijk spontaan. Die speech rond rond Charlie Hebdo was gescript, maar dit was heel spontaan. En dit raakte heel veel Rotterdammers, mij eerlijk gezegd ook. Ik woon ook daar redelijk in de buurt. En de volgende dag ging op Telegram en andere media het gerucht dat mijn straat aan de beurt zou zijn. Ik heb zelfs mijn dochter naar mijn ouders moeten brengen. Dat was eventjes de sfeer bij ons in de buurt. En als je dan de burgemeester dit soort woorden hoort spreken, dan dat gevoel van blijf met je poten van mijn stad af, dat was eigenlijk wat hij zei, dat spreekt aan. En dat komt binnen. Dat filmpje ging viraal. Hij vertelt het overigens tot de dag van vandaag ook heel graag zelf dat filmpje viraal ging. Maar gewoon omdat het heel veel mensen enorm aansprak. Daar zit een cynische ondertoon in deze zin. Klein beetje. Ja, dat zegt ook iets over jouw band met Abu Talib, denk ik. Nou, maar mijn band met Abu Talib is altijd heel zakelijk geweest. Met af en toe een uitschieter naar boven, iets meer naar beneden. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Dat hoort bij, denk ik, bij... Wat betekent dat precies, boven? Nou, dat je en je toe... ruzie met hem? Nee, uitschieten naar boven bedoel ik dat je ook wel eens een leuk gesprek hebt. Hoewel dat in het geval van Abu Talib eerder een monoloog is, maar dat maakt niet uit. Wilde ik dus naartoe, inderdaad. Ja. Nou, maar uitschieten naar beneden is... Kijk, het is een man die moeite heeft met kritiek. Daar vertel ik geen geheim mee. Het is een man die hartstikke heel lastig vindt om toe te geven dat hij iets niet goed heeft gedaan. En hij heeft echt wel een aantal dingen behoorlijk niet goed gedaan. Dus als je daarover schrijft en als je dat stevig opschrijft, dan heeft hij daar grote moeite mee. En dan voer je dat af. Want deze biografie, deze samenvatting van de afgelopen 15 jaar, heeft hij dit geautoriseerd? Heeft hij meegelezen? Nee, Abu Talib wilde niet meewerken aan dit boek. Voor de duidelijkheid, het was ook nooit mijn intentie om met hem een boek te schrijven. Dat vind ik niet zo interessant. Ik wilde een boek over hem schrijven. Maar is hij bij de boekpresentatie? Nee, daar is hij zeker niet bij. Nee, is hij blij met dit boek? Dat weet ik niet. Hij zegt dat hij het nog niet gelezen heeft. Ik heb gisteren wel even aan hem gevraagd. Nee, zijn woordvoerder zei het toevallig gisteren nog tegen me. Maar weet je wel, het is ook helemaal geen vijandige relatie of zo. De man kan echt wel tegen een stootje. Maar het is een zakelijke verhouding. En je voelt dat de man moeite heeft met dat soort weerstand. Maar als jij dan wel eens kritisch was, klom je dan in de telefoon? Dat heeft af en toe wel even wat pittig gesprek opgeleverd. Ja, vorig jaar was nog een moment. 2023 was voor hem sowieso een heel lastig jaar. Je voelde in het stadhuis de Abu Talib-moeheid toenemen. Al wel wat langer eerlijk gezegd hoor. Maar op 7 oktober met de gruweldaden van Hamas in Israël. Dat was weer zo'n moment waarop heel Rotterdam en misschien wel heel Nederland naar hem keek. Wat zou Abu Talib zeggen? Dat is eigenlijk het moment waarop je weer hoopt dat hij iets zegt, waardoor de boel een klein beetje dichter bij elkaar komt. En het hijsen van de vlag al dan niet? Ja, er ontstond eerst een lange discussie binnen het college en later ook daarbuiten over moet de vlag van Israël worden gehesen. Voor de duidelijkheid, in Rotterdam wordt heel vaak de vlag van een land gehesen als daar iets verschrikkelijks gebeurt. Nu had hij redenen om dat niet te doen. Overigens nadat het college er onderling niet uitkwam. Nou, dat leverde al een hoop gedoe op. Maar vervolgens vertrok hij zonder verder voor de camera's te komen naar een buitenlandse reis. En dat viel niet goed. Hij heeft dat enorm persoonlijk opgevat. Had het gevoel dat onder andere te maken had met zijn moslimachtergrond. Dat hij daar zoveel kritiek op kreeg. Want andere steden doen dit toch ook niet? Waarom ik? Mijn analyse is dat veel mensen vooral teleurgesteld waren. En hoopten dat hij juist wel naar voren was gestapt. Dat deed hij op dat moment niet. Dat leverde veel kritiek op. En dat kwam heel hard bij hem aan. Dat heeft hem echt enorm geraakt. Hij had zelf het gevoel... Door dit incident lijkt het wel alsof iedereen vergeten is wat ik hier 15 jaar lang heb gepresteerd. Ja, dat is niet gebeurd, want gisteren is er echt een heel groot feest eigenlijk gevierd. En hebben jullie hem echt nog eventjes goed in het zonnetje gezet. Ja, ik niet hoor, maar inderdaad, dat is uitgebreid inderdaad afscheid genomen. Yes. Ja, en volgende week is dan zijn laatste raadsvergadering. En jij gaat straks na deze uitzending meteen naar hem toe om nog even een laatste interview met hem te doen. Klopt. Wat is nou die ene vraag, heel snel, die je echt aan hem wil stellen vandaag? Ik ben benieuwd of hij wil praten over wat zijn grootste fout was in die 15 jaar. En of hij te lang is blijven zitten, zou ik hem ook vragen. Nou, twee belangrijke vragen die in het stuk terug te lezen zijn. Dank in ieder geval. En jouw boek ligt maandag in de winkel. En straks zit hier de topvrouw van het jaar 2024. Wie wordt topvrouw van het jaar?